Het is donderdag 26 juni. Bij de bushalte op de Onstwedderweg in Stadskanaal geeft Meindert Withoff aan dat hij mee wil rijden met de bus naar de stad. Withoff woont in Australië en is voor familiebezoek een aantal weken in Nederland. Alleen blijkt bij de bushalte dat het vervoersbedrijf niet zit te wachten op reizigers in een rolstoel. Afgelopen donderdag zou ik naar Groningen reizen met de bus. Ik had afgesproken met een vriendin een toneelstuk in het Prinsentheater te zien. En de buschauffeur begon heel erg moeilijk te doen van wou mij niet toelaten in de bus. Hij zei de elektrische rolstoelen die mocht hij niet meer meenemen in de bus. Daar waren andere mogelijkheden voor. Ja, want u reist in een rolstoel, u wilt die bus inrijden. En de buschauffeur zegt eigenlijk tegen u van ja, leuk dat u er bent, maar u gaat niet mee. Correct, ja. Wat dacht u toen? Ja, ik dacht, verdorie, hoe moet ik nou in Groningen komen? Maar het zou niet bij deze ene keer blijven. 'S Avonds probeert hij samen met een vriendin de laatste bus terug te nemen naar Stadskanaal. Het meerijden mondt wederom uit in een discussie waarbij zelfs de politie ter plaatse moet komen. Mijn vriendin die heeft de politie erbij gebeld, omdat de situatie liep gewoon helemaal uit de hand. En de buschauffeur werd steeds bozer en er was nog steeds geen oplossing. Ik kon gewoon niet daar blijven staan om 12 uur 's nachts. Uiteindelijk kon u niet naar huis. U heeft onderdak weten te vinden in Groningen dankzij die vriendin. Ja, met deze media-aandacht, wat probeert u hiermee te bereiken? Nou, ik wil gewoon aandacht ervoor dat zoiets niet weer kan gebeuren. Ik vind dat mensen in een elektrische rolstoel gewoon net als alle andere mensen recht hebben op openbaar vervoer. Withoff is aangedaan door de hele situatie en hij hoopt dat er snel iets gaat veranderen. Het voelt alsof je niet geaccepteerd wordt als een normale reiziger. En, kijk, ik mag dan in een rolstoel zitten, maar de rolstoel is voor mij toch nog de mogelijkheid om mij toch nog zelfstandig te kunnen verplaatsen. En daar ben ik heel erg blij om. Ja. Bij de politie is vandaag aangifte gedaan vanwege de botte en agressieve manier waarop Withoff en zijn vriendin afgelopen donderdag behandeld zijn. Voor Withoff is de kous af als het vervoersbedrijf met excuses komt.